Goedemorgen, beste vrienden, vrienden en vriendinnen en andere mensen die kijken. Ik heb het nu geprobeerd met die zelfinstik en ik doe het nog steeds. Het is beter, het is wat stabieler. Het is woensdag, dus mijn officiële rustdag. Ik was gisteren een beetje overtraind, denk ik, door maandag. Te veel gedaan, nieuw programma op de loopband, op de hamsterband. Nu met stijgingen van tot 10%. Dus ik denk dat het allemaal een beetje in mijn beentjes is geslagen. En ook s'avonds met Chachi, het is rustgevend. Maar het is oh zo inspannend om je concentratie te houden. Dus ik denk dat ik gewoon te moe word. Vandaag nieuwe kansen. Het weer ziet er niet meer uit. Het is koud, ik heb al de kachel aan gedaan. Ik ga even naar de markt. En daarna ga ik even tot de polder terug. En voor de rest, ik ga weinig doen. Ik ga nog mijn buikspiertjes oefenen hier thuis. En ik ga nog even wat met kittelballen. Met de kittelballen wat doen. En dan geloof ik het wel voor vandaag. Ja, ik ben nog steeds hartstikke fanatiek. Ik moest gisteren lachen. Ik moest, je kan het niet altijd in een trainingsbroek blijven lopen. Dus ik had mijn spijkerbroek aangedaan. Nou ja, die is nu 2 maten te groot. Riem eromheen. En u ziet het misschien. Ik heb van die stijgbeugels omgedaan. Dus. Ik zie eruit als Jeroenke met een hele grote borstkast en dan een kuil. Dus dat moeten we ook weer eventjes corrigeren. Nou, wat heb ik vandaag als ontbijt? Heb ik, zoals u ziet, een kom kwark met havervlokken. En een beetje honing erin, want anders vind ik het niet te nachtelen. Nou, dat was het een beetje voor vandaag. En ik zie u later. Ik neem u vandaag overal mee en naartoe, want anders wordt het dus zo'n saai filmpje zoals maandag. En dan kijkt er geen hond meer. En we gaan het proberen op te vijzelen door leuke dingen te doen en interviewtjes en al. En hoe vond u het Nederlands elftal gisteren? Oh, wat heb ik gelachen. Ik sta hier op de hoogste brug over de Zaan. De Prins Klausbrug. De man die, dat mag ik niet zeggen. Maar door zijn ziekte Michael Jackson een beetje probeerde na te doen. Dus dit is een geitje hoor, dit is een geitje. Maar ik ben op weg naar de markt en het is stervens en stervens koud. Vanmorgen werd ik al gewaarschuwd door een vriendin van mij, die ik ook persoonlijk ken, uit Rotterdam. En die zei van, je moet een jas aan hoor, een dikke jas aan, want het is koud. Waar ik op antwoordde, ja mams, maar het is echt koud. Ik zal u laten zien, ik sta op deze hoogte. Daar is de Centoren, of tenminste de Peter T. Toren van Wormer. En daar is Wormer Veer. En daar ga ik nu heen. En dan ga ik naar de markt. U hoort hoe druk het hier is. Zo, we zijn weer thuis. Ik heb eventjes 15 kilometer gefietst naar de markt, eventjes door de polder heen. En ik liet u al op de hoge Klausbrug, toen had ik er al 12 op zitten. Dus ik ben nu weer thuis en ik heb een groentje groentes in huis. Voor, zijn er mijn paprika's en komkommer.
Ah, en het is koud. Het is echt ontzettend koud buiten. Ik ga nu lekker naar binnen. Ik ga een kopje thee maken en dan ga ik zometeen naar de opnieuw. Zo. Zo, we zitten weer aan de lunch. Het is, ik vind het hier nog steeds koud. Ik heb de kachel al aangedaan. Ik heb als lunch heb ik een heerlijke soepie van gisteren. Ik ga vanavond weer een andere soep maken. Maar ik vond deze toch wel echt geweldig hoor. Ik schreef gisteren, het was een explosie in mijn mond. Toen zei iemand anders erbij van, moet je een glaasje water voor de explosie. Ik had vanmorgen even de televisie aan en toen begonnen ze weer over het Nederlands elftal. Dat het anders moet. Ja, het moet ook anders. Je kan, zoals ik gisteravond zei op Facebook, dit elftal dat verliest nog van verzorgingshuis Avondrood. Wat een stelletje kneuzen. Maar ja, ik ben geen voetbalkenner, ik ben geen bondscoach en ik ben. Ik hou van andere sporten, zoals wielrennen, rugby. Het zijn wel extreme dingen, maar. Het is een keertje wat anders dan. Dat het elke week voetbal. Ja, ik ben wel voor mijn club, welke zeg ik niet. Want dan krijg ik geheid ruzie met mensen uit. Uit Eindhoven en uit Rotterdam en uit Groningen en uit heel Nederland. Mogelijk uit Amsterdam, dus u weet genoeg. Ik ga nu wel lekker eten en ik ga zo meteen eventjes even fitnessen doen. Wat ik u ook zal laten zien. En dat kan je allemaal heel makkelijk doen op je bank. We gaan nu wat anders doen. Dat is werken met de kettlebell. Ik heb ze in 2, 4 of 6. Als je net begint, neem dan de 2 kilo. Dat is veel beter voor je. Ik begin met de 4. Oh, wacht. 4 kilo. En dat is een hele eenvoudige oefening. Kan iedereen doen. Je gaat wijdbeen staan. Ja. Dan pak je de kettlebell met twee handen vast. Ik heb handschoentjes aan omdat anders vliegt hij misschien door de kamer. En dan is het gewoon swingen ermee. En dan doet hij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Doe dit ongeveer een minuut. En als je het voor de tweede keer doet, doe je 2 minuten. En als je het denkt van nou ik ken het wel, met 2 kilo, dan neem je gewoon, dan doe je het 25 keer die kant op, 25 keer die kant op. En dan heb je een mooie dinges. Wat ook een hele simpele oefening is met die kettlebell. Ik ga iets naar voren. Je gaat weer wijdbeen staan. En je pakt de kettlebell weer met twee handen. En je slingert hem en naar de voorkant. En dan. Dit hou je ook ongeveer 25 keer vol. Of 50. Nou. Dan hebben we nog de windmail. Iedereen kent wel van vroeger dat je met gimmen, dat je los moest maken en dat je dit moest doen en dan aan de andere kant. Dat doe je nou ook met de kettlebell. Je pakt een beet, je gaat wijdbeen staan, je gaat met je ene arm naar beneden en met de kettlebell ga je naar boven en je kijkt naar de kettlebell. Je laat hem weer rustig zakken en je doet het nog een keer.
Ik zet hem nu even neer. En zo kan je dat 25 keer doen. Begin met een minuut. Zet je, iedereen heeft een gsm. Daar zit zo'n timer op. Die kan je op een minuut zetten. En dan ga je deze drie oefeningen, of vier oefeningen die ik nu voorgedaan heb, die kan je dus thuis proberen. Je hoeft niet speciaal hele dure nieuwe kettlebells te kopen. Ook deze zijn weer bij de Action. Ik lijk wel zo. Maar bij de Action kan je een heleboel dingen kopen. Voor weinig geld. Wat ook een mooie oefening is, dat is met kettlebell of met een fles water van 1,5 liter. Net wat je wil. Je pakt de kettlebell op, je legt hem tegen die borst, op een fles water, je pakt hem zo. Ik zal het even voordoen met een dumbbell, die van 2 kilo. Je pakt een beet en je doet dit. En je houdt dit ook ongeveer een minuutje vol. Het zijn allemaal hele kleine oefeningen. Maar je bent even lekker in beweging. Nou, het hele dag achter het Facebook. Of Twitter. Of weet ik veel aan het doen. Of het nou koffie drinken. Het is een hele simpele beweging. Je bent even lekker in beweging. Je kijkt wat je kan ook makkelijker zometeen je biertje oppakken. Want het zijn weer andere spieren. Die zitten in je pols. Maar dit is gewoon, het zijn heel simpele bewegingen. Als je dat vaak genoeg doet, je doet het een minuutje en je voelt het hier gaan branden. Hier. Gaan branden en hieronder. Dan weet je dat je het goed gedaan hebt. Je hebt ook geen last van spierpijn. De volgende dag. Je moet dit gewoon wel elke week. Of tenminste 3 keer in de week eventjes herhalen. Het zijn allemaal hele simpele oefeningetjes. Maar. Je ziet het aan mij. Nou loop ik erbij. En een fiets er ook bij. Maar ik moet constant mijn broek ophalen. En ik heb al van die stijgbeugeltjes om. Dus ik hoop dat het allemaal te zien was. En het zijn hele simpele en echt hele simpele bewegingen. Dus. En om je lichaam nog een beetje soepeler te maken, gaan we nu naar een kleine tachi oefening doen. Dat is, zet je benen bij elkaar, ja, vouw je handen in elkaar bij je buik en ga hem heel langzaam omhoog, ja, maak deze beweging en strek je zoveel mogelijk als je kan en je voelt vanzelf je handen vallen in elkaar. Je gaat nu op dezelfde weg terug. Alleen nu maak je dus met je ellebogen echt een beweging. En je gaat weer terug. Je vouwt je handen in elkaar en je gaat hier naar de toe terug. Je krijgt er meer lucht door. Dus ik zal het nog één keer voor doen. Je legt je handen op je buik. Ja, over elkaar heen. Je gaat met je armen of je een boom, het groen van een boom onder moet voorstellen. Je gaat omhoog, je gaat omhoog. Je voelt vanzelf dat je armen, je handen in elkaar vouwen. Blijf even zo staan met een rechte rug, rechte benen, knieën en voeten goed bij elkaar. Ja, je gaat weer terug. En je voelt dat je armen helemaal ontspannen worden. Je gaat weer
naar beneden. En je doet dit. Ja? Punk vindt er niks aan. Zo, we zijn weer aangekomen met wat eten we vanavond. Nou ja, ik heb nog steeds geen gebiedje. Dus dat wordt. Dat wordt weer soep. We gaan vanavond een. Venkelsoepje eten. Van een van mijn favorieten. En waar ik wel eens voor gefotografeerd heb. Chefskop. En ook bekend van de televisie. Mevrouw van Boven. We hebben een heleboel nodig. En je moet er echt een. Ik ben eigenlijk te laat al begonnen, maar. Het wordt een lang soepje. Wat heb ik nodig? Ik heb nodig. Natuurlijk de venkel. Ik heb boter nodig. Ik heb een ui nodig. Ik heb. Er staat eigenlijk in het recept borstpaddenstoelen of herfpaddenstoelen. Maar die heb ik niet. Ik ben lui geweest. En dit was 35%. Dus het moet meteen op. Champignonnetjes. Ik heb er gaat de pastinaak in. Er gaat. Nou, had ik al gezet. Crème fraîche gaat erin. Niet een hele fles wijn. Maar gewoon 75 milliliter. Er gaat in. Hazelnotenolie en gewoon olijfolie om dingen aan te zetten. Dus ik ga nu beginnen met het maken van het recept. De knolselderij, de ui en de knoflook zitten erin. Ik heb er een 75 milliliter witte wijn bij gedaan. Dat moet je altijd even laten staan, dat de alcohol is verdampt. Anders krijg je zo'n bittere smaak in je soepie. Of een ander gerecht, als je dat niet doet. De groentebouillon zit er nu bij en nu moeten we wachten tot de selderij gaar is. Dus dat is over een half uurtje. Zo, we zitten nu aan het avondeten. Tenminste, we zijn. Ik moet nog steeds lachen elke keer als ik het nieuws hoor over het Nederlands elftal. Ja, we zijn eruit. Er is al zelfs een single opgenomen door Wouter Kroes. Het is een drama. Ik vind het geen drama. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik vind helemaal niks. En Blind heb ook Ajax naar de klote geholpen. Dus het is net Rutte. Zelf alle twee Nederlanders de klote. Maar wat heb ik vanavond? Heb ik een venkelsoep. Ik heb een venkelsoep. Met paddenstoelen erin. En pastinaak. Het recept is geschreven door een kennis van mij. En dat had ik er net ook al gezegd. Mevrouw van Buren. Van boven. Heel leuke chef kok. Chef koking. Wat moet ik het zo zeggen? Of chef in. En ja, altijd een rondje bij de. En zoals ik altijd punk bij me heb. Ja, niet als ik op stap ga hoor. Maar zij heeft altijd een rondje bij de. Dus. Nou, u hebt mijn oefeningen gezien. Ik zie nog dat ik nogal aan het bestuur ben. Ik hoop dat het eind van dit jaar wat minder is, ja. Ik zal nooit een slanke danser worden. Hoogstens een gespierde
Jeromeke. Maar slank zal ik nooit worden. Ik blijf altijd breed. Mijn hele borstkast is altijd breed geweest. Komt door het boksen van vroeger. En, ja. Maar ik wens u een hele prettige avond verder.